Welkom allemaal bij de open repetitie van Arie Smit. Wij zijn aan het repeteren. Mocht er nog iemand wat te repeteren hebben, orgasme of een zelfbevrediging. Een plek staat op het podium. En welkom bij het nette deel van ons optreden. En nou ik hier toch staat, weet je wat ik dacht? Laten we deze avond opdragen aan een bijzondere vrouw. Dames en heren, mag ik je applaus voor Barbara van het Hof. Daar staat zij achter jullie. Grote bas in. Maar mocht je wat willen doen op het podium, doe het met alles wat je hebt. Doe het met body and soul. Oh ja, komt ie wel mee. Oké, gaat zien. Yes. I sleep with the TV on, so I don't feel so alone. And this house is an empty wreck, it's a perfect bed for its birthday gift. In between getting hookers delivered and going to the store for beer. Well, I'm sitting every day and night, wondering why I'm here. It's like my body and soul, I can't take it anymore. Please somebody help me, I never wanted help before. It's like my body and soul, can't take it. I don't think I even bliss. But I broke down this morning when I saw these two kids kiss. Something tripping around inside me that I really don't understand. And now I know something got to change. I just don't know if I can. It's like my body and soul, I can't take it anymore. Please hear me, oh help me, I never wanted help before. It's like my body and soul, I
Weet je wat ik altijd zo leuk vind van die optreden van Arie Smit? Het begint zo netjes. Weet je, iedereen staat netjes te kijken en ik sta er nog netjes bij. En over 1,5 uur sta ik hier in mijn blote leuter. Ik vind dat normaal, weet je wel. Want dat zijn ze gewend. Maar dat was in het tweede deel. Dit is het nette gedeelte.